God verlangt ernaar om tot ieder mens te spreken, dus ook tot kinderen. Er staat nergens in de Bijbel dat kinderen eerst schoenmaat 43 moeten hebben voordat God iets tegen hun zegt. Nee, in tegendeel. Jonge kinderen, tot een jaar of 6, 7, zijn juist extra ontvankelijk voor de Heilige Geest. En ze hebben groot geloof. We kunnen ook voor kinderen leren. Maar dat betekent niet dat kinderen ons niet nodig hebben. Ik geloof dat het belangrijk is dat als kinderen gaan luisteren naar Gods stem, dat ze ook goed onderwijs krijgen. Het is belangrijk dat ze de do's en don'ts leren, zodat het luisteren naar God in een veilige setting gebeurt. En dat ze leren luisteren met de mindset van een geliefd kind. Want als ze een keertje niks van God horen, hoeven ze niet te twijfelen aan zijn liefde voor hen. En ook is het belangrijk dat ze leren om te onderscheiden wat Gods stem is en wat hun eigen stem is in de stem van de duivel. Nou, zo is er heel veel over te zeggen. En tijdens de cursus Gods stem verstaan met kinderen gaan we het over al deze onderwerpen hebben. Ik geef je inspirerend onderwijs, we doen luisteroefeningen, we delen onze ervaringen en ik geef je een heleboel tips voor thuis en in de kerk. Wat heb je nodig? Een laptop of een computer? Een gratis Zoom-account en een plekje waar je rustig kunt zitten. Nou, lijkt het je wat? Verlang je daarnaar om te groeien in het verstaan van Gods stem en meer van hem op te merken door de dag heen? En wil je daar ook wel van uitdelen aan kinderen die God in jouw omgeving plaatst? Ga dan even naar mijn website www.annemarierietkerk.com. Daar vind je alle informatie. Ik heb ruimte voor 10 deelnemers. Dus wil je meedoen? Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol.